Ik heb ook gezien iets van, ja, als Oekraïense veroveringen op het huidige tempo doorgaan, dan kan alles voor de Kerst zijn terugveroverd. Voor de Kerst, dat is ook wel altijd een leuke time frame altijd. Maar oké, okay, ja, ik ben benieuwd. Ja, dan moet ik toch als eerste denken aan die voorspelling dat voor september heel Gerson en de Krim zou zijn terugveroverd. Ja, dat ja, hebben ze dat gezegd. Is dat is niet gebeurd. Uh, nee. Ze hebben bijna niks van Gerson en helemaal niks van de Krim terugveroverd. Dus nou ja, wat dat betreft, uh, duidelijk wat er is gebeurd. Maar ik geloof ook niet dat, dat, dat die claim Berzers is. Geweest. Want toen hebben ze natuurlijk inderdaad bij Garkov in één keer een groot gebied in handen gekregen. Met één grote stad, namelijk Izium. Maar dat is niet een derde of zo van wat Rusland controleerde. Dat is uiteindelijk iets van 5% van het grondgebied geweest. Nou, hoe lang is dat geleden? Hoeveel maanden hebben we nog tot de kerst? Die claimen ze sowieso bullshit. En er komt bij dat iedereen heeft nu de naam Liman Inmiddels is er mee doodgegooid, gegooid hè? van die stad die Oekraïne had veroverd een tijdje geleden. Daar is dan een groot spektakel van gemaakt, eigenlijk van Russische nederlaag bij Izium, een strategische stad verloren, et cetera, et cetera. En natuurlijk is dat voor Rusland een, een nederlaag. Ik bedoel, ze hebben die stad verloren. Maar om het een beetje in perspectief te zetten: er wonen daar 20.000 mensen. Of woonden in 2021. Een aantal woonplaatsen in Nederland met een vergelijkbaar aantal inwoners als de stad die nu is ingenomen door Oekraïne. Wat dus als een grote overwinning wordt neergezet. Leerdam, Borne, Heiloo. Elst, Tegelen, Berkel en Rodenrijs, Raalte, Katwijk aan Zee. Het is dus niet dat je echt denkt: van nu is de metropolis gevallen. Dus nu zijn er, is er een heel groot gebied aan, met name bossen en of velden en dorpjes ingenomen. En in principe zegt dat, dat niks over het vermogen om. Extreem geurbaniseerde gebieden, vol met fabrieken die als verdedigbare forten zijn gebouwd. Want dat geldt daar voor die regio, om dat te veroveren. Je kan niet zeggen, oh ja, ik heb een stadje van 20.000 inwoners veroverd. Dus nu zijn we klaar om Donetsk te veroveren. En voor de referentie, Donetsk heeft 50 keer zoveel inwoners als Liman. Dat is een andere balgame, om het maar even zo te zeggen. Ja, dus Oekraïnse vooruitgangen zijn exclusief beperkt tot kleine plaatjes. En dus is Joen bij dat Garkov tegenoffensief. En er is nog steeds hier en daar wat vooruitgang van het Oekraïnse front. Maar wederom de nuance, het perspectief waar je dat in moet plaatsen, dat ontbreekt volledig. Dus ja... If you don't read the paper, you're uninformed. If you do read the paper, you're misinformed.